Goedenavond. Hartelijk welkom allemaal bij de Tweakers VR Meetup. Welkom terug, misschien voor sommigen van jullie. We waren hier een jaar geleden ook in Enschede. Toen hadden we het over Demotica met een flink kleinere groep. Dus leuk dat jullie met deze keer met zoveel mensen zijn komen opdagen. We gaan het vandaag hebben over VR. We gaan het hebben over VR, maar we gaan vooral ook veel VR doen. Ik denk dat een aantal van jullie net tijdens de inloop ook al wat demo's hebben kunnen ervaren. Wat de surfplank bij binnenkomst. Daar gaan we zo meteen nog een slachtoffer voor vinden. En we hebben van, dat is allemaal door Samsung geregeld, sorry. Die partner is vanavond. En we hebben ook nog de Virtual Dutchman die toffe opstellingen met de Oculus Rift en de HTC Vive geregeld hebben. En er zit eigenlijk het moment waarop ik de eerste spreker zou introduceren, maar dat ben ik dus. Voor de mensen die mij niet kennen, ik ben Wout Vindekotter, hoofdredacteur van Tweakers. En ik wil het met jullie gaan hebben vandaag over VR en waarom... Is goed, dus komt dat op het scherm te staan. Ja, waarom nu? Waarom zie je nu 2015, 2016 dat alle bedrijven ermee bezig zijn? Waarom zie je het nu in de winkels verschijnen? En waarom niet bijvoorbeeld in 2000 of in 1990? Want er zijn al heel veel pogingen gedaan om VR door te laten breken. En dat lukte eigenlijk nooit. En het antwoord op die vraag is, denk ik, ik verklap het einde alvast. De smartphone. De ontwikkeling van de smartphone heeft mogelijk gemaakt dat we nu VR hebben zoals we het nu kennen. En dan denk je misschien aan een cardboard of aan een Gear VR, dat je je smartphone ergens in kan stoppen. Dat is één kant van het verhaal. Maar het is ook dankzij de smartphone hebben we nu ook een Oculus Rift en een Vive en een PlayStation VR. Ook die apparaat had niet bestaan zonder dat we de smartphone hadden ontwikkeld. Ga ik zo verder. We beginnen even met een stukje film. Never unplug a program when I'm engaged. Wie weet uit welke film dit komt? Lawnmower Man. Inderdaad, Lawnmower Man. En wie weet uit welk jaar deze film komt? 1992. 92 heb ik gevonden. Dus dat is, snel overrekenen, dat is 24 jaar oud. En toen ik dit clipje tegenkwam, toen ik het tegenkwam online, vond ik dat heel apart. Want als je ziet hoe ze hier VR hebben afgebeeld, is het eigenlijk precies zoals we het nu kennen. Je hebt een bril op, die handschoenen die zijn nu ook in ontwikkeling. En het lijkt net op 24 jaar geleden nu het beeld wat er bestaat van VR eigenlijk precies hetzelfde was. En dan komt die vraag weer terug, waarom was dit toen science fiction? En waarom hebben we dat nu wel? Maar het gaat eigenlijk veel verder terug dan 1992. Dit is een apparaat wat als bijnaam had de Sword of Damocles, het zwaard van Damocles. En dat was zo omdat hij aan een soort metalen staaf boven je gezicht hing. Dit werd ontwikkeld bij MIT, Massachusetts Institute of Technology. En dit is wat bekend staat als een van de eerste, het heette toen nog geen VR-brillen, maar een HMD, een head-mounted display. Met twee schermpjes voor je ogen en daar kon je dus een virtuele wereld op zien. Totaal niet te vergelijken met wat we nu hebben. Dit was alleen met hele dunne lijntjes, de grafische rekenkracht hierachter. Nou, 1968, denk maar even terug. Het was niks, het was heel erg kleine wireframes. Maar mensen waren hier heel erg enthousiast over. Want mensen zagen allemaal toepassingen voor de toekomst. En ik heb een krantenartikel gevonden over dit product, dat ze dit eigenlijk aan het testen waren. En toen waren er al ideeën van, misschien kun je mensen wel in een virtuele wereld zetten. Of misschien kun je wel, als je makelaar bent, mensen alvast een nieuw huis laten zien voordat het gebouwd is. En dat vond ik leuk, want dat is precies wat je nu ziet wat mensen vandaag de dag met VR doen. Terwijl het zoveel decennia lang geleden was. Dus ergens wisten we dus eigenlijk al heel erg lang dat VR iets is. We konden het ons voorstellen, maar het heeft het dus niet gered. En dan kom ik weer terug bij die smartphone. Maar voordat we dat doen, zijn ook heel veel pogingen gedaan. Het is niet alsof een Gear VR of een Oculus Rift of een HTC Vive of een PlayStation VR, of dat de eerste pogingen zijn. Dit komt allemaal een beetje uit de jaren 80 en 90. Dit was de Imagine. Dit is de VZ2 Pro. Dit was de Sony Glastron.
jaren 90, na 1995. Misschien kennen sommige mensen dit ding wel. Een beetje Daft Punk-achtig. De Sega VR. Sega was heel groot in de jaren 90. De VFX One, een soort fighter pilot bril. En natuurlijk mag niet ontbreken Nintendo's Virtual Boy. En ze zien er allemaal heel erg anders uit. Maar ze hadden maar één ding gemeen. Allemaal gefaald. Enorme flops. Commercieel gezien dan. En waar kwam dat dan door? Nou, ik was toen wat jonger. Ik heb ze niet allemaal zelf kunnen gebruiken toen. Maar waar ik wel overtuigd van ben. En wat je ook merkt als je ziet wat die bedrijven erover gezegd hebben. Is dat het gewoon geen goede producten waren. Ze waren gewoon niet goed genoeg. Het was geen fijne VR-ervaring. En dat is met VR heel belangrijk. Dat het natuurlijk voelt. Dat het niet laggy voelt. Dat je er niet misselijk van wordt. En dus, mijn punt van vanavond is dat het aan die smartphone ligt. En dat er eigenlijk technologie is ontwikkeld vanwege smartphones. En dat we die technologie nu eigenlijk hergebruiken in VR. En dat het nooit was gebeurd zonder die smartphone. Want welk bedrijf had in de jaren 1990 gezegd, jongens, we gooien een paar miljard er tegenaan en we gaan nieuwe beeldschermen ontwikkelen en sensoren en betere hardware en betere processen. Want dit moeten we maken. Nee, dat was gewoon veel te... die kans was, ja, dat dat ging lukken, was heel erg klein. Dus toen dacht ik, nou, dan is het heel erg leuk om een smartphone uit de jaren 90 te pakken en een smartphone van nu, en die ga je die vergelijken en dan zie je hoe groot het verschil is. Geen doen. Appels met peren. Als je een oude Nokia pakt, er valt technisch niks over te ontdekken. Wat voor processor zit erin, welke GPU, allemaal niet te doen. Dus ik heb even wat twee recenter gepakt, maar toch nog redelijk oud. Links zie je de T-Mobile G1, oftewel de HTC Dream. De allereerste Android-telefoon die in verkoop ging. En dan een recent flagship van dit jaar, de S7. En er zit 8 jaar tussen. Maar in die 8 jaar heeft die smartphone op technisch vlak een gigantische stap gemaakt. En als je een paar dingen erbij pakt om dat te illustreren. Zo'n HTC Dream had een scherm met een resolutie van 480x320. Niet heel veel pixels, voor toen wel, maar niet voor nu. Want als je nu ziet, zo'n moderne flagship smartphone heeft een veel hogere pixeldichtheid, veel scherper. En je moet dus ook veel meer pixels berekenen. Maar gelukkig heeft zo'n telefoon tegenwoordig ook veel meer rekenkracht. Bij die pixels zit je ongeveer op 24 keer meer in die 8 jaar. Je gaat van een klein single core processor, geen grafische co-processor, geen GPU, 528 MHz, naar 8 cores, variabel geklokt. Maar als je dat even heel erg grof uitrekent, met alles wat er in zo'n ding zit tegenwoordig, zit je ongeveer op een rekenkrachtsprong van 30 keer en 21 keer meer geheugen. Maar waarom is dat nou belangrijk? Nou, dat is belangrijk vanwege dit. Dit kleine loopje is waar het bij VR, of je nou hardware ontwikkelt of dat je softwareontwikkelaar bent, dit is eigenlijk waar het om draait. Latency, vertraging. En dit noemen ze dan de motion-to-photon latency. Dat betekent het moment van dat je een motion hebt, dat je je hoofd beweegt, totdat de fotons, op het scherm de fotonen, getoond worden. Dus je beweegt met je hoofd, dat wordt geregistreerd door een sensor. Die sensor stuurt via USB naar ofwel een hele losse PC of naar een telefoon die je gebruikt. Gaat naar de game engine, die moet een nieuw frame renderen. Dat gaat naar het display, dan moet de pixel switchen en je hebt een nieuw plaatje. Om nou een goede VR-ervaring te hebben, moet dit hele grapje onder de 20 milliseconden zitten. Dat is echt, dat is niks. En als dat niet zo is, als het inconsistent is, dan krijgen mensen dus een nare ervaring. Sommige mensen kunnen sowieso niet tegen VR, maar mensen die dat normaal wel kunnen, daarvoor is dit heel belangrijk. Als dat veel hoger ligt, dan heb je het idee dat er vertraging in zit en dat verstoort eigenlijk je evenwichtsorgaan. En wat is er nou in die smartphone zoveel beter geworden dat we dit nu kunnen? Nou, om te beginnen het scherm. We zagen al dat die resoluties zijn veel beter geworden, die zijn veel hoger geworden. Het is dus scherp, maar dat is niet het enige wat belangrijk is. Ja, scherp beeld is heel belangrijk. Als je tegen pixels aan zit te staren, dat haalt je uit de ervaring. En heel eerlijk, iedereen die een VR-bril heeft opgehad vandaag de dag, weet dat we daar ook nog stappen moeten zetten. Maar we zitten wel op een niveau dat als je een goede VR-demo hebt, stoor je je niet aan een gebrek aan resolutie. Maar dat is niet het enige. Wat ook belangrijk is bij het scherm, is dat de beeldkwaliteit gewoon goed is. Het moet er een beetje mooi uitzien. En wat is nou voor het menselijk oog het allerbelangrijkste bij beeld? Dat is contrast. Het wit moet helder zijn, het zwart moet diep zijn. En daarnaast moet het dus heel snel kunnen schakelen. Om die latency heel laag te krijgen, wil je dus niet een scherm wat heel veel ghosting heeft, wat heel veel vertraging heeft, maar het moet snel schakelen. Nou, als je die drie dingen ziet, dan kom je automatisch uit bij een OLED-paneel. Met LCD's is het heel erg moeilijk om dat te bereiken. Nou zijn OLED-panelen niet alleen specifiek voor smartphones, maar in de jaren 2000 werden ze wel gebruikt door wat bedrijven voor hele kleine schermpjes in mediaspelertjes en dat soort dingen. Maar dat was heel duur. En je ziet dat OLED op dit formaat echt pas is begonnen toen het in smartphones werd gebruikt. Nou, iedereen kent van Samsung de Galaxy S-lijn die het al vanaf het begin heeft. Maar ook LG gebruikt het tegenwoordig. Andere fabrikanten zijn er nu mee bezig. En het is echt de smartphone-industrie die ervoor gezorgd heeft dat we nu kleine OLED-paneeltjes hebben. En het is dan ook niet gek dat de Oculus Rift, de eerste development kits, die hadden allemaal gewoon smartphone-schermen. Heel simpel erin hangen. En alle VR-brillen die nu op de markt zijn en een beetje meedoen, hebben allemaal een OLED-paneel. Dus zonder OLED geen goede VR en in de jaren 90 had je dat niet.
Sensoren zijn ook heel, heel erg belangrijk. Want als ik mijn hoofd beweeg, moet dat geregistreerd worden. En dat moet heel erg nauwkeurig geregistreerd worden en heel erg snel geregistreerd worden. Een van de sensoren die je daarvoor gebruikt is een accelerometer, oftewel een versnellingsmeter. Die zijn op zich niet heel nieuw. Denk maar eens aan de airbag in je auto. Als je heel erg snel tot stilstand komt, moet je dat kunnen meten. Dus in 1989 had je dat ook al. Maar die waren toen heel duur, want die waren alleen voor een auto die €20.000 kost. Dan kun je die stukprijs hoog houden. Betaalde je ongeveer $25 voor zo'n sensor. En toen in 2005 kwam er voor het eerst een accelerometer in een telefoon terecht. Samsung de S310. En was een complete gimmick hoe die ingezet wordt. Er zat een soort virtuele dobbelsteen in. En je kon schudden met je telefoon en er kwam er een getal uit. Niet heel nuttig, maar in ieder geval, het was wel de eerste keer dat het in de telefoon werd gezet. Toen betaalde je ongeveer $3 destijds voor zo'n sensor. Nou, denk je misschien $3 op een telefoon is niet heel veel. Dat is redelijk wat. Elke dollar die je fabrikant eraf kan schaven, die willen ze natuurlijk overhouden als onderaan de streep. Maar er zijn veel meer sensors. Met alleen accelerometer kom je er niet voor zo'n head-mounted display, voor zo'n VR-bril. 5 jaar later had je de iPhone 4. Je had een accelerometer, je had een magnetometer, oftewel een digitaal kompas. En een gyroscoop. Dus je kon over alle assen op alle mogelijke manieren kon die beweging detecteren. Vandaag de dag vind ik het hartstikke normaal als je een race-spelletje op je smartphone speelt dat je dat zo kan doen. Maar dat was vroeger niet altijd zo. Daar heb je dit soort apparatuur voor nodig. En toen al 5 jaar later betaalde je $4. Kreeg je eigenlijk 3 meer nauwkeurige en veel betere sensoren voor ongeveer bijna de prijs iets meer als dat je 5 jaar geleden betaalde. Dus hier is het niet zozeer dat het heel veel sneller is geworden, maar heel veel goedkoper is geworden. En als je nu kijkt wat er bijvoorbeeld in de Gear VR, maar er zit bijvoorbeeld dezelfde chip in als in de Oculus Rift. Die zijn echt nauwkeurig, echt hiervoor bedoeld. Daar betaal je nu minder dan $3 voor. En om even een appels met appels vergelijking te doen, dat chipje uit 2005. Voor Samsung, als je nu zo'n losse accelerometer koopt, betaal je ongeveer 65 cent. Dus die smartphone-industrie heeft bij het hele sensorgebeuren ervoor gezorgd dat gewoon vanwege de massa, vanwege het volume, het allemaal heel goedkoop werd. En omdat het nu goedkoop is, kun je het eigenlijk overal instoppen. En dan heb je natuurlijk nog de processor. Je hebt 2 soorten VR op dit moment. Je hebt de 1, dat is de dure bril die aan een nog veel duurdere computer hangt. En daar kun je supermooie graphics maken, maar daar moet je heel dik voor lappen. En we kennen natuurlijk de smartphone VR. Je koopt een cardboard of je krijgt hem ergens bij. Je hebt een kartonnetje, je kan je telefoon erin stoppen. Misschien heb je een Samsung telefoon. Of later dit jaar, misschien heb je wel een Google Daydream compatible telefoon. Want Google wil eigenlijk dat elke high-end Android telefoon als VR-bril gebruikt kan worden. En daar zijn ook echt hele grote stappen gemaakt. Mensen zeggen wel eens, waarom moet die telefoon nog sneller? Ik Facebook alleen maar, weet je, wat moet ik met al die power? Nou, mensen die met bedrijven die met VR bezig zijn, die denken, ik weet wel iets wat je met die power kan doen. Die kun je inzetten voor VR. En waarom is dat nou zo heel veel zwaarder eigenlijk? Dit is een plaatje, kent iemand deze game? Wel Lawnmower Man, geen Asphalt 8? Oké. Dit is een race-spelletje voor Android, redelijk populair, staat hoog in de Play Store. Stel nou dat je dit is een mobiele game, dat je hier een VR-versie van wil maken. Wat moet je dan eigenlijk doen en wat betekent dat voor het apparaat waar je het op draait? Nou, ten eerste moet je stereoscopisch gaan renderen. Want je wil diepte zien, dus je moet het beeld 2 keer renderen vanuit een iets ander perspectief om diepte te kunnen zien. Maar je moet niet het beeld 2 keer renderen, je moet ook iets meer eromheen renderen. Want iedereen weet, zo'n VR-bril heeft een soort lens erin zit, die vervormen een beetje. En dat moet je tegengaan. Dus je hebt eigenlijk een wijder blikveld. Iemand bij Valve, de mensen van de Vive onder andere, die zei je moet ongeveer 1,4 keer aanhouden qua wat je extra moet doen. En wat je dan ook moet doen, is je moet met veel meer framepjes gaan renderen. Want normaal speel je een game, denk je nou 30 fps, dat vind ik genoeg, dat is vloeiend genoeg. Voor VR werkt het weer niet, dan zit je met die latency, dus je moet het eigenlijk naar 60 fps. Dus stel je moet op je telefoontje 110 miljoen pixels per seconde renderen om een spelletje te spelen, dan moet je bij VR eigenlijk al 3-voudige aan rekenkracht hebben om diezelfde kwaliteit te bereiken. En eigenlijk moet je naar 90 hebben en dan zit je al op 4 keer die rekenkracht. En er was eigenlijk geen incentive tot nu toe om dit soort kleine chips te maken. In ieder geval niet alleen maar voor VR, dat zat dus weer in die smartphone. En omdat die smartphone de laatste 10, 15 jaar zo verschrikkelijk hard gegroeid is, er is een markt voor geweest, bedrijven durven in te stappen, hebben we dus nu die kleine rond de 5-inch OLED-paneeltjes. Hebben we dus hardware die dit kan redden. En hebben vooral die sensoren die super belangrijk zijn bij het detecteren van wat je met je hoofd doet. En dat is dus waarom ik denk dat in de jaren 90 was de techniek er niet en niemand durfde in te stappen, omdat het risico was te groot. En nu vandaag de dag is het eigenlijk een soort bijproduct. We zijn allemaal gewend dat we een smartphone hebben en een paar jaar geleden misschien waren het mensen achter Oculus, misschien waren het wel andere mensen die een keer dachten, wacht eens eventjes, ik kan gewoon naar China, ik kan naar leverancier en eigenlijk alles wat ik tegenwoordig nodig heb om zo'n ding te maken, dat kan ik nu gewoon van de plank halen.
En het leuke is nu dat er specifiek voor ontwikkeld gaat worden. Nu krijg je kruisbestuiving. Dus nu gaan er misschien wel schermen speciaal voor VR-brillen gemaakt worden. Dus eigenlijk is dit het startpunt op hardwaregebied. En ga je nu een curve zien die heel stijl omhoog gaat. En dat er heel veel in geïnvesteerd gaat worden. Maar dat is natuurlijk maar... Sorry hoor. Dat is natuurlijk maar de helft van het verhaal. Want eigenlijk als je dat filmpje net zag, nog even Lawnmower Man, we denken dus al 30 jaar hetzelfde over VR en wat we ermee doen. En de usual suspects zijn natuurlijk, je kunt ermee entertainment doen, video's, en je kunt ermee gamen. En dat is ook super tof. Maar omdat we nu die platformen hebben die wijdverspreid kunnen gaan inzetten, nu kunnen mensen echt een beetje out of the box gaan denken en creatiever gaan denken wat we hiermee willen gaan doen. En ik zat me daar een beetje over in te lezen. En als je dan ziet wat er nu al gedaan wordt, dan is dat best indrukwekkend. Artsen die trainen met VR-brillen om hele moeilijke ingrepen van tevoren te kunnen doen. En denk je, ja, is het dan een soort van showcase of gimmick? Nee, die zeggen echt dat ze daar wat aan hebben. En in het leger trainen ze ermee om bepaalde dingen te doen. Je ziet dat bij psychische gezondheidszorg. Dat mensen die bepaalde fobieën hebben, die kunnen een soort exposure therapy krijgen via VR. Ook al zeggen wij misschien als meer technische mensen, ja, maar die graphics, het is niet realistisch. Het is niet fotorealistisch, maar blijkbaar het voor ons onderbewustzijn, voor je brein, is het al goed genoeg dat je zulke dingen ermee kan doen. En zelfs als je mensen die fantoompijn hebben, die ledematen missen, als ze dan een VR-bril opzetten, kunnen ze daar naar kijken en dan ebt de pijn weg. En als ik dat soort verhalen lees, dat vind ik echt heel bijzonder. Dus dat is eigenlijk het startpunt waar we nu zitten. We hebben sinds de jaren 90, sinds misschien wel de jaren 70, hebben we eindelijk die technologische stap gemaakt. Dankzij die smartphone. We hebben dat beginpunt, die hardware gaat doorontwikkeld worden. En nu is het een beetje de vraag, wat gaan wij hiermee doen? Er zullen vast misschien wel ontwikkelaars hierin zitten. Ik denk dat we nu geen flauw idee hebben. Ik denk het echt niet. Ik denk dat we over 10 jaar dingen doen met VR die we nu nog helemaal niet kunnen bevoeden. Maar dat vind ik wel een heel spannend vooruitzicht. En ik kijk er ook echt heel erg uit naar, als we zo'n talk over 10 jaar zouden doen, hoe het alle demo's dan eruit zien. Dank jullie wel. Zijn er misschien vragen? We hebben nu natuurlijk vanavond VR hier. Wat ik ook heel nauw volg is natuurlijk AR. Ik denk dat dat op een gegeven moment helemaal samen gaat smelten. Ik zie dat nu nog heel erg gescheiden van elkaar. Heb denk je daar al meer dingen van gezien dat dat die kant op gaat? Nou, ik denk dat VR vooral, waarom nu wat groter is, is omdat het gewoon kansen biedt voor de consumentenmarkt. Even heel, heel plat. Als bedrijf wil je kijken van oké, aan wie, hoe groot is mijn doelgroep? En gaming is gewoon heel groot met VR. En entertainment ook. Ik heb zelf ook de HoloLens van Microsoft opgehad. En je ziet toch op dit moment de toepassing daarvoor ontwikkeld worden. Zitten vooral weet je, in de wetenschappelijke hoek en de medische hoek. En ik denk dat het op dit moment nog wat moeilijker is om mensen ervan misschien te overtuigen of iets te bedenken. Waarom iemand misschien thuis wel met die zo'n HoloLens iets zou willen doen. Dus ik denk op dit moment is VR meer de, ja, voor de grotere groep de safe bet. En daarom zie je dat erop ingespeeld wordt. Maar op termijn is het natuurlijk heel erg logisch dat als je zo'n bril hebt, dat die glaasjes half transparant zijn. Dat je kan kiezen, ik wil wel door kunnen kijken of ik wil niet door kunnen kijken. Dus ik zou totaal inderdaad helemaal niet verbaasd zijn als dat over zoveel jaar langzaam naar elkaar toe gaat groeien. Ja, mijn vraag is het volgende. Ik word zelf heel erg misselijk van VR. Hoe groot denk je dat dat een beperkende factor gaat zijn in de toekomst? En denk je dat dat ook nog te verhelpen gaat zijn? Ik denk dat het ergens een medische vraag is, want het heeft gewoon met je evenwichtsorgaan te maken. Ik denk dat als... Dus er spelen een paar dingen. Ik denk, je hebt altijd mensen die misselijk worden. Die worden ook wagenziek en die worden op de boten worden ze ziek en zo. En ik denk dat je dan ergens gewoon echt heel erg veel pech hebt. Dat je misschien wagenziekpilletjes moet nemen of zo. Ja, weet je, er zijn gewoon mensen die kunnen ergens wel of niet tegen. Maar er zijn wel dingen. Je hebt goede VR-ervaringen, je hebt slechte VR-ervaringen. En eentje, wat ik net zei, is... Die latency moet heel laag zijn. Dus als je software hebt die slecht ontworpen is, dan zal de een daar veel vatbaarder voor zijn dan vooral. Als mensen dit echt technisch trouwens leuk vinden, volg vooral John Carmack op Twitter. Ik weet niet of mensen weten wie dat is. Die was voorheen van id Software, van Quake en Doom en Wolfenstein. Die is helemaal met de gamesindustrie gestopt. En die zit nu bij Oculus om eigenlijk dat hele technische verhaal heel goed te optimaliseren. En die heeft altijd hele leuke insights over hoe je dus inderdaad ervoor zorgt dat VR echt allemaal kleine trucjes om die ervaring fijner te maken. En dat kan zijn dus inderdaad heel technisch, van je moet meer rekenkracht hebben, want het moet sneller. Maar ook zet dingen niet te veel in je ooghoek, want dat is dan desoriënterend. Of tekst moet minimaal zo groot zijn. Als je kleine tekst doet, moeten mensen meer focussen en dat kan ook een effect hebben. Dus heel veel van dat soort dingen weten we nu gewoon nog niet. En dat is trial and error en ontwikkelaars gaan erachter komen wat wel werkt, wat niet werkt. Ik denk dat we daar een groot deel mee gaan doen. We gaan een groot deel doen met de techniek, dat het steeds beter wordt.
Maar ik ben bang dat je altijd wel een groep blijft houden. Net zoals wagenziekte en andere soorten dingen die voor wie VR gewoon niet is. Wat je nu veel ziet is dat Oculus exclusives maakt en HTC Vive daar een beetje bij achterloopt. Hoe verwacht je dat dit de virtual reality markt gaat beïnvloeden? Ik vind het niet de meest verstandige keuze. Ik snap wel waarom ze het doen. Oculus die investeert heel veel in ontwikkelaars die misschien anders die hele game nooit gemaakt hadden. Dus ja, aan de ene kant laat je ontwikkelaars even de kans om dat te doen. Maar je merkt al wel, nou, we hebben die dingen gereviewd ook. En we zagen in de comments zagen we heel erg snel van, ja, weet je, ik vind het wel nu alweer een walled garden eromheen. Ik denk dat ze die dingen wel horen, die kritieken. En nu zijn twee brillen in de PC-markt. Maar dat zijn over een paar jaar misschien wel 5, 6, 7, 8 brillen. Er is een open standaard. Je hebt OSVR. Het platform is er. Vive werkt ermee. Ik denk dat op termijn dat het niet houdbaar is dat alle fabrikanten die zo'n bril willen maken, daar een klein muurtje omheen bouwen. Want dan kan je nooit die markt echt een beetje laten groeien. Deels is het een hoop. Wens is vader van de gedachte een beetje. Maar ik denk ook wel op termijn dat ze het echt succesvol willen maken. Je kan ook geen game uitbrengen en zeggen hij werkt alleen maar op deze videokaart voor de PC. Dat werkt niet. Misschien werkt hij op de een wat beter dan op de ander. Maar dat werkt niet, want dan heb je geen businessmodel. Dus ik hoop dat ze dat snel inzien. Want voor de eindgebruiker is het niks positiefs. Een vriend van mij heeft geïnvesteerd in de Avogant Glyph. Zo'n headset die met directe projectie op het oog werkt. Ja. Zie je dat als vatbaar alternatief voor gewoon een beeldscherm? Voor een beeldscherm? Of voor de beeldtechniek. Voor VR ook, of ja. AR. Ja. Ik heb hem opgehad voor mensen die het niet weten. Dit soort brillen waar we het vanavond over hebben, dat zijn gewoon displays voor je ogen met een lensje ervoor. En wat de Avogant Glyph doet, dat werkt met projectie. Met een projector. En waar je dus eigenlijk, omdat je dat doet, zie je bijna geen pixels. Je ziet een geprojecteerd beeld. Maar die Glyph heeft een probleem wat bijna al die brillen die ik net liet zien uit de jaren 90 ook hebben. De beeldhoek is heel klein. We hebben nu met huidige VR-brillen heb je ongeveer 90 graden wat je kunt zien. Dat is een heel goed begin, want dan heb je al het idee dat je ergens in zit. Maar eigenlijk wil je minimaal 180, dat je ook aan de randen helemaal geen zwart meer ziet. Die dingen uit de jaren 90 hadden allemaal 30 graden of zoiets. Volgens mij zitten ze bij de Glyph op ja, een graad of 60. Dus het is een beetje het effect of je door een verrekijker heen kijkt op dit moment. Als ze dat op kunnen lossen, hebben ze een geweldig product in handen. Want ik heb dat ding op een beurs heb ik mogen opzetten. En qua beeldkwaliteit is dat het deel wat je ziet is echt veel beter dan andere VR-dingen. Alleen het is eigenlijk geen VR. Want omdat je zoveel zwart eromheen ziet, gaat het je nooit lukken om te denken dat je in een andere omgeving zit. Of zo. Het is leuk als een soort bioscoop voor in het vliegtuig of zo. Dat je een soort mobiele bioscoop in je hoofd hebt. Maar ik ben heel benieuwd of ze dat probleem überhaupt technisch op kunnen lossen. Wat denk jij dat er nodig is om virtual reality echt bij de massa te krijgen? Bij Jan Alleman in huis en niet voor de hardcore community? Vind ik moeilijk, want ik weet niet of virtual reality op die manier echt voor de massa is. Ik weet niet of mensen echt op een gegeven moment allemaal zo'n ding in huis hebben. Prijs, natuurlijk. Weet je, nu is het voor de early adopter. Ik denk dat smartphone VR er heel veel voor gaat doen. Google heeft dat Daydream platform aangekondigd enige tijd geleden, voor mensen die dat niet weten. Het idee is dat elke high-end Android telefoon, als fabrikanten daar mee willen doen, en het idee is dat ze dat willen, compatible wordt met dat je hem in een houder kan stoppen, een mooie plastic houder met een controllertje erbij. En ze mogen dat allemaal recht, nou niet recht ver, maar iedereen mag zijn eigen versie daarvan maken. Dus de droom is een beetje dat elke high-end telefoon een VR-bril wordt. Ik denk dat dat veel kan doen, want het maakt niet uit welke telefoon je koopt. En ik kan me voorstellen dat een winkel dan eens een aanbieding doet met een brilletje erbij. En dat je hem eigenlijk gratis krijgt en dan mee kan spelen. Maar ik weet niet of het net zoals een televisie iets is waar je elke dag naar gaat kijken. Want het is intensief. Iedereen die het wel eens gebruikt, of je dat nou hier hebt gedaan of eerder. Elke keer als je hem afzet, dan word je weer even wakker. Dan zit je weer even in de wereld. Dus ik denk dat smartphone VR, dat veel mensen dat op een gegeven moment thuis gaan hebben liggen. Met welke frequentie ze dat gebruiken, weet ik niet. Ik denk vooral dat het interessant wordt voor bedrijven, voor bijvoorbeeld musea. Daar waar je juist die hele high-end dingen neer kan zetten. Dat je mensen een geweldige ervaring kan voorschotelen als ze bij jou op locatie zijn. Je hebt nu in Amerika heb je The Void, heet dat volgens mij. En dat is een soort ja, lasergame arena, wat nu lasergame zou zijn. Maar dan in VR, dus dan staat hier misschien een tafel. Daar kan ik tegenaan lopen fysiek, maar als ik die bril op heb, is het een boom. Dus je ziet mensen allemaal met brillen op en pistolen rondlopen. Door een grijze massa, maar die vinden echt dat ze in een wereld zitten. En ik denk dat het helemaal niet gek is in plaats dat je met je team uit je gaat lasergame of paintballen, dat je over 5 jaar in zo'n ding rondloopt. Dus je
Of het de massa gaat bereiken, ik denk dat heel veel mensen met VR in aanraking gaan komen. Voor de een zal het zijn 1 keer per jaar of zoiets. En voor de ander zal het misschien zijn omdat hij hem thuis heeft liggen. Maar het is ook een beetje koffiedik kijken. Ja, oké, dankjewel. Hi, ik vroeg me af, je had het nou over juist op locatie dat gaan ervaren. Maar denk je niet dat als VR doorbreekt dat je juist krijgt dat mensen veel minder gaan reizen, omdat je heel veel dingen niet meer hoeft bezoeken, maar omdat je ze thuis kan beleven? Zoals bijvoorbeeld naar een museum gaan. Dat kan je met VR gewoon heerlijk op je bank thuis doen. Ja, dat klopt. Maar dan is dus de vraag een beetje op welk niveau we op een gegeven moment de mobiele VR-ervaring gaan krijgen. Weet je, als je het vanuit de smartphone-gedachte doet, want je wil geen kabels en het moet enigszins betaalbaar zijn. Dat wordt steeds mooier en beter. Maar voor de allerbeste kwaliteit zal je altijd aan zo'n versie vastzitten die aan een dikke computer zit. Misschien wil je wel rondlopen, zoals bij de Vive. Dan heb je sensors in je kamer nodig. En dat zijn toch allemaal wel drempels voor mensen thuis om aan zo'n systeem te beginnen. Dus als je echt de ultieme museumervaring, misschien wil je in het oude Rome rondlopen. En dan wil je misschien over het Forum Romanum echt lopen, maar dan heb je dus ruimte nodig. Dus ik denk dat het altijd gradaties zullen zijn van kwaliteit. En voor sommige mensen vinden ze misschien wel de bankervaring prima. En dat ze een 360 filmpje zien van een locatie waar ze niet geweest zijn. Maar ik denk dat je voor de ervaring met het meest wow-effect, zal je altijd zo een ruimte nodig hebben en componenten eromheen. Dat voor mensen om dat te ervaren, zullen er maar weinig mensen zijn, denk ik, die daarin investeren en dat echt thuis gaan doen.